Maar dat horen we morgen. We gaan eerst eventjes bellen met een goede bekende. Ik trek even zo. Een pianomuziekje. Ben je een beetje van de klassieke muziek of niet? Nou, eigenlijk niet. Maar als ik klassieke muziek luister en dan over een goede installatie, weet je, dat het echt dat die lage tonen zo mooi over, vind ik dat helemaal te gek. Maar je gaat ook naar het concertgebouw of zo? Nee, ben ik 2 keer geweest. En ook niet daarheen om de koningin even toe te spreken op het podium? Daar was ik laatst nog inderdaad. Ik heb geen bon. En iedereen in paniek. Nee. Ewout Genemans. Ewout, goedemiddag. Een hele goede middag en gefeliciteerd, hè? Oh, joh. Je hebt het gehoord? Ja. Nou, ik heb het gehoord. Heel toevallig, denk ik. Spontaan dit. Ja. Hey Ewout, jij doet vele leuke programma's. Mag jij maken. Ja. En vanavond gaat er weer eentje beginnen. Ja, onder Wiebies Vleugels. Ja. Klinkt een beetje smerig. Nou ja, het is maar hoe je het opvat. Maar ik heb 2 weken bij Wiebi in huis gezeten. Samen met 6 pianotalenten. Mm-hmm. Die vroeger altijd de droom hadden om concertpianist te worden. Maar door allerlei redenen in hun leven is dat niet gelukt. En bij Wiebi krijgen ze nu een tweede kans. Dus ik heb Wiebi van een hele andere zijde mogen ontdekken de afgelopen 2 weken. Want Wiebi heeft vele kanten, dat weet jij ook. Ja, absoluut. Ik bedoel, hij schuift niet onder stoelen of banken dat hij groot fan is volgens mij van autoracen en van Mickey Mouse. En het liefst combineert hij dat geloof ik ook nog. Ja, het liefst wel inderdaad. Ja, maar heel zijn huis staat inderdaad vol met Disney-figuren. En dat zijn kanten die we van hem gaan zien. Maar ook een andere kant, omdat die pianotalenten die hebben vroeger natuurlijk een andere keuze gemaakt. En daardoor hebben ze niet die carrière van Wiebi bereikt. Maar Wiebi heeft daarvoor gekozen en is daardoor bijvoorbeeld nooit naar de kroeg geweest. Of heeft geen studentenleven gehad. Dus Wiebi komt in dit programma bijvoorbeeld voor het eerst in zijn leven in een kroeg. Ja. Dat kende hij niet. Nee. Ja. Maar Frank, dus heb jij Wiebi wel eens mogen ontmoeten? Nee. Ik heb wel van Sander een verhaal gehoord. Was dat in onze uitzending? Ja. Dat hij een keertje hiertje was. Ja. En dat er een blote dame in de buurt was. Nee, wat het was, is. Want Ewout, jij moet toch ook. Wiebi is een beetje een bijzondere man. Ja, dat is absoluut. Wat het altijd was. Volgens mij bestaan ze niet meer. Maar die ex-pornstar feestjes in Amsterdam. Ja. En die gasten die waren bij ons. En die hadden 2 van die dames meegenomen. Met echt van die opblaastieten. Met van die sterren over hun tepels heen. En die liepen dan zo echt met. Nou, het was een gênante boel. Maar dat hoort natuurlijk een beetje bij die ex-pornstarfeest. Maar Wiebi was er ook. En Wiebi zat al eerder in de studio dan dat die vrouwen binnenkwamen. En hij zat in de hoek. En echt waar, Ewout, het was eigenlijk gewoon zielig. Ja. Want zij kwamen dus binnen. En Wiebi, hij verbleekte echt. En hij. Letterlijk met zijn handen tegen het plafond aan, zo. Hij wilde gewoon totaal niet op zijn. Ik dacht eigenlijk, hij heeft nog nooit een blote vrouw gezien. Dat dacht ik. Daar kan ik natuurlijk niet invullen voor hem. Maar ik weet wel dat hij inderdaad heel veel dingen heeft hij gemist. Zoals vanavond zien we ook dat hij voor het eerst een slok bier neemt. Hij had nooit bier gedronken. Dus hij, dat is natuurlijk, hij is wel inmiddels 40 heeft hij bereikt. Dat zijn natuurlijk inderdaad wel dingen die veel andere mensen op hun 40ste toch wel gedaan hebben. En maar Ewout, kijk, het is een onwijs talent en gelukkig hebben we dit soort karakteristieke mensen in Nederland. Maar als hij niet zo succesvol was geweest, dan hadden we hem toch, hadden we hem op moeten sluiten, toch? Ik denk dat het een beetje samengaat, hè. Dat je kunt misschien ook niet zo succesvol worden als je niet ook een beetje een aparte kant hebt. Ach, hij is pianist. Hij is gewoon dingetjes aan het oplepelen van een velletje. Maar laten we niet doen alsof het Michael Jackson is die dingen componeert en echt hele stukken zelf schrijft. Nou, dat doet hij wel hoor. En het is echt, als je er dichtbij staat en je maakt hem zo'n periode mee, het is wel echt heel bijzonder wat die man doet. En zeker als hij gaat spelen. Nou, je kent ook de fragmenten van internet wel. Soms gaat hij er zo enorm in op dat hij is zelfs een keer van zijn kruk af en flauw gevallen. Het is toch wel heel knap als je je zo erg kan overgeven aan iets. Dus ik heb daar wel heel veel respect voor gekregen. Oké, maar even over dat programma dan. Want er zijn dus er is een aantal talenten. Ik geloof een stuk of 6, hè? Ja. En daar gaat Wiebi begeleidt die mensen. En dan? En dan, uiteindelijk de winnaar, die mag bij hem in het voorprogramma gaan spelen. Bij een groot concert. En het is voor hun toch ook een soort aanjager om te kijken of ze naar aanleiding daarvan nog meer kunnen gaan doen. Maar dat is toch eigenlijk heel saai om naar te kijken, met alle respect?
Nou, daar was ik dus ook heel benieuwd naar, want ik ben zelf helemaal niet zo'n klassieke muziekliefhebber. En toch hoor je een verschil ook hoe mensen spelen. En om een voorbeeld te noemen, een van de opdrachten is bijvoorbeeld dat ze onder een scène van een film moeten ze zelf een stukje componeren. En dat, nou, dan zie je in beeld natuurlijk heel goed, dan voel je gewoon wat het ene stukje muziek en het andere doet. Dus ik ben geen pianoliefhebber, daarom ben ik misschien ook wel ervoor gevraagd, omdat het anders wordt het zo'n ons kent ons verhaaltje. Ik ben er echt wel een beetje van onder indruk geraakt. En het is heel mooi. Het is een heel rustig en mooie sfeer heeft het programma. Dus ik denk ook als je geen pianoliefhebber bent, dat het echt wel de moeite is om te kijken. Zeker ook om die andere kant van Wiebe een keertje te zien. Is er eigenlijk iemand die een beetje een oog in het zeil houdt bij Wiebe? Of gaat hij gewoon helemaal los? Nee, er bleef wel van de redactie wel iemand slapen. Oh. Dan weet ik niet of dat was een Wiebe in de gaten te houden of de kandidaat, maar... Ik zou dat niet durven. Ik zou niet bij hem thuis op zijn landgoed in dat... Nee, echt niet. Ja, het is een heel groot landgoed, hè? Ik denk dat hij straks... Dat hij waar ben je bang voor? ...is een Mickey Mouse pakje binnenkomt en dat die kop afgaat en dat hij zegt... Hey. En dat het dan helemaal misgaat. Daar zou ik nachtmerries over kunnen krijgen. Dat je die Mickey Mouse staart opeens tegen jou. Ja. Die kant heb ik niet mogen ontdekken in ieder geval. Nou goed. Nee. We gaan het zien vanavond, aflevering 1 van Onder Wiebe's Vleugels. 10:50. Ja, precies. Nederland 1. Ja, we zijn goed geïnformeerd, Ewout, hoor. Ja, geen probleem. Heel fijn. En een hele fijne verjaardag, hè? Ja, hartelijk dank. Okay. Wat leuk dat je dat weet, hè, dat hij jarig is. Ja, goed, hè? Goed op dood. Hey, Ewout, het beste. Wacht even. De vraag natuurlijk bij alle startende. Want de startende hoop, hè? Nieuw televisieseizoen. Ja. Een kijkcijfer, alsjeblieft. Dat, niet te zuinig, hè? Dat doet John de Mol ook niet. Niet te zuinig. Bam. Waar hoop je echt op? Als het er 680.000 kijkers zouden zijn, dat zou heel leuk zijn. Vind ik voor Nederland 1, vind ik dat matig. Ja, maar het is ook klassieke muziek. En het is, we gaan gewoon allemaal kijken. Dan wordt het er misschien wel meer. Dan heb ik het fout. Maar kom, waar droom je nou van? Ik droom van boven de 700.000. Oké, heel goed. We gaan het zien. 10:50 vanavond. Ja. Dankjewel, Ewout. Succes, hè. Doei. Hey. Dat is een mooie liedje weer. Hoor dit eens even. Ed Sheeran, The A-Team.